Zijn de media nog wel onafhankelijk, nu kranten en tv-stations worden opgeslokt door grote mediaconglomeraten met vele belangen? Is er nog geld voor gedreven en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Of worden de redacties op dit moment bevolkt door uitgebluste broodschrijvers? Zijn de media teruggebracht tot een doorgeefluik van het nieuws en een verlengstuk van de elite geworden? Kunnen we de media nog wel vertrouwen als kritische controlepost van de democratie? Allemaal vragen die beantwoord zullen worden door Sees J. Hamelink, mediaprofessor. Rudy van Meurs, geëngageerd onderzoeksjournalist. Misha Kat, gedesillusioneerd journalist. Paul Ruys, principieel jurist. En Ben Knapen, ex-journalist, ex-hoofdredacteur van het NRC Handelsblad, ex-medewerker van Philips en thans de baas van PCM. Uitgever van het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant. Oké, ja. Ja? Ja. Oké. Legt u eens uit wie u bent en wat u doet. Mijn naam is Ben Knapen. Ik ben op dit moment uitgever bij PCM Uitgevers. Van wie is de PCM? Wat zijn de aandeelhouders? De aandeelhouders, dat zijn een aantal stichtingen en een consortium van banken. En dat consortium van banken? Dat is erin gekomen in 1996. Toen de stichtingen een aantal kranten erbij hebben gekocht en daarvoor zelf onvoldoende middelen hadden. Dus toen is er een minderheidsaandeel genomen door een groep banken onder leiding van de ING. Journalistiek blijft het gewoon onafhankelijk? Ja, nee, dat staat daar los van. Er kan gewoon kritisch naar zo'n consortium gekeken worden en overgeschreven worden. Dat gebeurt ook volop. Dus, Goh, dat klinkt allemaal heel geruststellend. Maar ik denk toch dat de ING in staat is het minderheidsbelang volledig uit te nutten. En de touwtjes stevig in handen houdt, zonder dat wij er wat van merken. Het is een beetje een tendens in de wereld dat media voor een groot deel in het bezit zijn van banken of financiële instellingen. Ja. Zoals in Amerika, in Italië. Als je nou redeneert volgens de termen van het kapitalisme, dan zou je ook nog kunnen zeggen dat wanneer eigenaren de onafhankelijkheid van de producten aantasten, dat dat heel slecht is voor hun aandelenkapitaal. Want de kracht van kranten in de relatie met de belangrijkste klanten, dat zijn de lezers, is dat ze een onafhankelijk product kopen. En zodra zij dan wel journalisten in de gaten krijgen dat het geen onafhankelijk product meer is, dan ondermijn je de echte waarde van zo'n titel. En dat gaat allemaal goed? Dat regelt zich vanzelf? Ja. Ja. Daar hoeft geen controle. Nee, dat gaat allemaal. Nee. Ja. Automatisch onafhankelijk door de marktwerking. Net als in Italië zeker, bij Berlusconi. Misha Kat, voormalig freelance journalist bij het NRC Handelsblad, heeft toch een heel andere kijk op de vele manieren waarop de media vastgeklonken zitten aan het establishment. Dat zij juist kritisch zouden moeten volgen. Op een gegeven ogenblik ontdekte ik dat NRC Handelsblad, dat is een krant waar ik veel werk voor deed. Ja. Dat die eigenlijk niet op een eerlijke manier journalistiek bedrijven. Oh. Maar sterker nog, dat die dus deel uitmaken van het establishment, de macht. En dat ze dus ook hun krant inzetten om die macht te beschermen. Dat ten eerste, maar ook nog om de vijanden van die macht te vernietigen. Welke macht? De macht, dat is in Nederland, ook in de wereld, bestaat eigenlijk uit politieke macht, bedrijfsleven, corporate en juridische macht. Ja. Dat is een beetje de driedeling die samen de macht vormt. Allemaal in het NRC? Ja. Maar zijn ze geïnfiltreerd, die kranten? Bewust? Nee, het gaat omgekeerd. Gaat omgekeerd? Ja, die kranten die infiltreren zelf. Dat is het rare. Die infiltreren zelf in de macht. Waarom doen ze dat? Omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee, ze willen macht hebben. Concreet, hoe zitten zij dan in dat complot met NRC? Op hele veel manieren. Kijk, zij maken deel uit van die macht. Dat blijkt dus uit een aantal dingen. Bijvoorbeeld uit het feit dat de bazen van die krant, dat zijn dus bestuurders van het concern, dat die allemaal dubbelfuncties hebben in machtscentra. Zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Dat is Wim Meijer. Die ene die ooit op die fietsvakantie, Marianne Sint, dat soort figuren. Die slaan de brug tussen de macht en de media.
Dat zijn als het ware de scharnieren, yeah, hè, die tussen die twee. Ben Knaap is ook een heel goed voorbeeld van. Die notabene minister wilde worden. Die is bij allerlei partijen. Ik geloof dat hij bij het CDA, via het CDA, zich weer in te likken. Hè, hij zorgde dus voor dat die media altijd in het gareel blijven lopen. Verrek, het lijkt wel een complot. Waarom horen we zo weinig over dit soort zaken? Professor Hamelink, hoogleraar communicatiewetenschappen, bestudeert al 30 jaar de media. We vernemen in de media weinig over complotten. Hoe zit dat? Media berichten natuurlijk over de samenleving. En die samenleving zou je eigenlijk kunnen verdelen in datgene wat we noemen publiek domein. En aan de andere kant het privé domein. Gewoon het persoonlijk leven van ons allemaal. En dat publieke domein, dat is de politiek en de economie. Dat zijn de G8 en dat soort zaken. Nou is het interessante dat ook dat publieke domein eigenlijk twee kanten heeft. Er is een bovenkant aan en een onderkant. Aan de onderkant zit een heel uitgebreid netwerk met allerlei vertakkingen. En dan is het merkwaardige dat de media zich vooral richten op dat zichtbare deel van het publieke domein. He, dus al die persconferenties en oorlogen, al dat soort zaken. Gesprekken met de minister en zo. En dat ze zich ook heel erg richten op het particuliere domein. Sensationele verhalen over privégebeurtenissen. En niet op die onderkant of zo je wilt, de onderwereld van het publieke domein. En dat betekent dus dat wij heel veel weten over wat Mabel Wisse-Smit eventueel al of niet in het vooronder van die boot met Klaas Bruinsma heeft gedaan. En dat we niets weten van datgene wat koningin Beatrix doet wanneer ze vorig jaar in Versailles een bijeenkomst van de Bilderberggroep bijwoont en daar nota bene ook nog op de deelnemerslijst staat als vertegenwoordigster van Royal Dutch Shell. Daar zou ik veel van willen weten. En het merkwaardig is dat nou juist over dat aspect van het publieke domein de media in het algemeen ons niets laten horen. Ah, daar zouden we ook wel eens meer over willen weten. Kan ik even vragen? Majesteit. De Bilderberggroep. Ja, wat is dat? Opgericht door prins Bernhard, mede opgericht na de oorlog. Dat is een groep van hele belangrijke mensen. Dat is een beetje de belangrijkste mensen die er zijn in deze wereld. Ja. Dan heb je het over mensen als Thatcher, die er nog steeds een rol in speelt. Clinton, Holbrooke, Richard Bell, weet je wel, belangrijke diplomaten. Gewoon de allerbelangrijkste mensen die er zijn. Die komen dan vaak samen in kastelen. Ja. En maken allemaal afspraken over hoe het verder moet met de wereld. En het NRC Handelsblad komt daar ook? Ja, daar zit iemand in het NRC Handelsblad. Wie is dat dan? Ben Knapen. Ben Knapen?